De energiecrisis raakt iedereen. Iedereen zoekt wanhopig naar allerlei manieren om toch een beetje te kunnen besparen op die zeer dure gas- en elektriciteitsfactuur. Wij gaan u daarbij helpen. Vandaag is Roger er komen bijzitten, onze energie-expert. Welkom. Roger, sommige mensen zeggen van ik ga mijn verwarmingsinstallatie helemaal uitzetten omdat gas zodanig duur is. Is dat een goed idee? Wel, meestal kan het geen kwaad om de verwarmingsketel helemaal uit te schakelen. Nu is het wel zo dat bepaalde ketels zo zijn ingesteld dat ze toch de circulatiepomp om de zoveel tijd een aantal minuten laten draaien met koud water. Daarbij wordt eigenlijk weinig verbruikt, dus dat maakt niet zoveel uit. Een betere optie is eigenlijk om de thermostaat wat lager in te stellen. Ja. Op die manier zal de verwarmingsketel ook niet zo vaak inschakelen. Bovendien is het ook zo dat je toch de temperatuur een beetje op peil moet houden om vochtproblemen in huis te voorkomen.